Welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Esmeralda en we gaan een workout doen voor de benen. We gaan verschillende oefeningen doorlopen. Vandaag doen wij 2 rondjes en uiteraard kan jij zelf bepalen of je daarna nog verder gaat met een extra ronde of misschien wel 2 rondes. En we maken 8 herhalingen per kant of per oefening. Dus 8 herhalingen, 2 rondjes, lekker voor de benen. Ik wens je veel succes. We gaan beginnen. We starten met een squat. Voeten zet je onder de heupen neer. Tenen wijzen naar voren of een klein beetje naar buiten. Buikspieren aanspannen. Bekken kantelen. En vanuit hier maak je een squat naar beneden. Je komt omhoog. Je stapt hem uit. En je stapt hem terug. Dus je maakt een kleine stap opzij. En vervolgens zak je naar beneden. Nou, let erop dat je bovenlichaam niet te ver naar voren over kantelt. En dat je je billen goed naar achter duwt. We zitten nu op 4. En ook deze doen we dus 8 keer per kant. 6. Heel goed. Als je het 5 vindt, kun je eventueel die armen mee naar voren nemen. Hop. En de diepte van de squat kun jij zelf bepalen. Stap hem goed uit. Zak naar achter. Blijf goed doorademen. En de laatste, dat waren de squats. Vervolgens gaan we door met lunges, oftewel uitstappen. Ik draai even bij. Je zet 1 voet voor, 1 voet achter. Je bovenlichaam zet je recht op je onderlichaam. En je gaat met je knieën naar beneden zakken. 8 keer. 8, 7. Nee, knieën zijn allebei in 90 graden. Hier. Je bovenlichaam is mooi recht. Als je eventueel een optie wil om hem te verzwaren, dan zal ik dat zometeen laten zien. Anders blijf je gewoon hier. Hebben we 8 gehad, dan wissel je van kant, stap naar achter. Bovenlichaam recht zetten, buikspieren aanspannen en zak naar beneden met 8, 7, 6. De optie eventueel om de knieën op te trekken. 5, 4, extra stabiliteit. 3, hop, 2 en de laatste. En dan stap je bij. We krijgen een single leg deadlift. Dus op 1 been gaan we deadliften. Ik laat hem eerst van de zijkant zien. Stap eerst met je linkerbeen naar voren. Je rechterbeen zet je achter neer. Bovenlichaam rechtop. Trotse houding. Je handen wijzen naar beneden. Buig je achterste been. Vanuit hier duw je billen naar achter, zak je recht naar de grond. En met name die rug moet mooi recht blijven. Nummertje 2. Duw die billen naar achter. De actie zit dus in de heupen. En het is een beetje afhankelijk van jouzelf en je flexibiliteit, hoe diep je kan gaan. Als het tot net onder de knie is, is het ook voldoende. De laatste 2. Blijf schuin naar beneden kijken. Zorg ervoor dat je nek mooi in één lijn is met je rug. Dan wisselen we naar voren, naar de andere kant. Zet je rechterbeen voor, linkerbeen achter. Buikspieren aanspannen, rug recht. Lange nek maken en zak naar beneden. Duw echt die billen naar achter. 1, 2. Als het goed is, ga je die voelen aan de achterkant van je been en je bil. We zijn op de helft. Blijf goed doorademen. Concentreer op je vorm, dus op de techniek. Maak die rug niet bol. En de laatste. En dan hebben we de single leg deadlifts gehad. Vervolgens krijgen we een side lunge. We hebben net de achterwaartse lunge gehad en nu stappen we dus opzij. Start met je rechterbeen. Zet je benen uit elkaar. En dan buig je eigenlijk of met de armen naar voren of in je zij. Opzij. Jouw andere been is gestrekt en je tenen wijzen naar voren. Dus zorg ervoor dat je een diepe lunge pakt. Als het kan, hè. Knieën gaan ook hier in één lijn met de tenen. Voet wijst naar voren. Je gaat de binnenkant van je been voelen. Laatste 3. Duw op, 2 en 1. Dan schud je je been los, pak je de andere kant. Zet hem stevig neer in de vloer. Hier ook, duw vanuit je hakken, tenen wijzen naar voren, bovenlichaam rechtop, handen in de zij. Of je neemt ze mee naar voren. Jouw keuze. 2, 3. Als het goed is, begin je die benen al wat te voelen. Maar blijf doorgaan. Een grote spiergroep. Genoeg om mee te trainen. En dan krijg je het vanzelf warm van. Nog eentje. Yes. En schud los. Vanaf hier gaan we naar de grond toe. Dus kom op je knieën zitten. Als je het nodig vindt kun je eventueel een matje onder je knieën leggen. Omdat je anders misschien wat last krijgt van je knieën. Vanaf kniepositie onder de heupen. Zet je één voet voor. Andere voet voor. Je blijft laag. En dan zak je weer in. Dat is 1. Dan gaan we door. 2. Wissel ook een keer om. Het is belangrijk dat je dus laag blijft. En het is super verleidelijk om lekker hierheen te gaan, want dat is makkelijk. Nee, we blijven dus laag. Hop. Dit is nummer 5. Laag. 6. Op. 7. En die laatste, hou vol. 8. Goed gedaan. Vanaf hier gaan we naar de split squat. Daarvoor kan je eventueel een stoel gebruiken. Want wat we gaan doen, je lift eigenlijk je achterste been op de stoel. Het lijkt een beetje een lunge. Maar hij verschilt net iets omdat je en je voet verhoogt. En de hoek wordt wat anders. Dus lift je been. Dus pak eventueel een muur vast als je die nodig hebt om even de stabiliteit te zoeken. Richt je bovenlichaam mooi op. Buikspieren aangespannen. Plaats je voet ongeveer een halve meter naar voren. En duw vanuit die hak. Dus we gaan eerst naar beneden. En duw. Dus dat is 1, 2. Kijk, en op een gegeven moment merk je, ik ben moe. Dus dan ga je naar voren kantelen. Maar probeer hem juist terug te trekken. En hoe dieper je zakt, hoe zwaarder die is voor je bilspieren. Als je je been wat dichterbij zet, dan is die vrij pittig voor je quadriceps. Alright, eentje gehad. Schud los en dan wissel je van kant. Dus zoek je stoel weer op, lift je been. Zoek je stabiliteit, eerst stevig staan en dan pas beginnen. En dan zak je naar beneden voor 8, 7, 6. Hou die rug mooi op. Trotse houding. Laat die knieën mooi in één lijn met de tenen gaan. En dan gaat hij nog 3, 2. En de laatste. Yes. Schud los. Als je de stoel bij de hand hebt, pak hem voor de laatste oefening. Want we hebben de grote beenspieren gehad. We pakken ook nog even de kuiten mee. De optie is om hem hier even heel licht vast te houden. Voor de rest zet je je voeten onder de heupen neer. Je lift op de bal van je voet. Ik laat hem even zien van de zijkant. Dus lift echt die hakken van je voet omhoog. En daar kan je hem dus of dubbel pakken. Of je zet één been iets meer naar het midden. Haakt je andere voet erachter. En dan ga je dus op een enkel been. Zowel als je hem dus enkel doet, pak je 8 keer elk been. En als je hem dubbel doet, pak je gewoon 8 keer de hele oefening. Yes. We maken nog 4 van deze met de dubbele. Hebben we de kuiten gehad. Die beginnen al lekker aan te spannen. Meestal hebben deze iets meer herhalingen nodig om te gaan verzuren. Dus jij kan variëren met het aantal herhalingen wat je gaat maken. Wees daar lekker creatief in. Oké, en rust. Ik schuif de stoel even wat opzij. Want we gaan weer beginnen bij het begin met de squat. Voeten heupbreedte. Je zakt en stapt uit. Hop, en vervolgens naar de andere kant. Wat was ook alweer belangrijk hierbij? Dat je bovenlichaam niet te ver naar voren kantelt. Dat je duwt vanuit je hakken. En dat je ook echt die billen naar achter duwt. Alsof je lekker op de bank gaat zitten. We gaan nu het tempo wat opvoeren. Nog steeds 8 keer per kant. Tik hem aan. Hupsakee. Hou vol hoor. Het is het tweede rondje. Hij gaat wat pittiger worden. Je gaat die benen voelen. Maar het is voor een goed doel, hè. Die benen breng je overal heen. De laatste. En los. Oké, we draaien weer bij voor de lunges. Zet je linkerbeen voor. Je rechterbeen achter. Bovenlichaam. Recht op de heupen zetten. En dan zakken we naar beneden. Voor 8. Op. 7. 6. 5. 4. Hou die buikspieren aangespannen. Nog 2. 1. En wissel. Stap bij. Andere kant. Hak omhoog. Bovenlichaam recht. Knieën 90 graden. En zakken maar. Duw echt vanuit die hak omhoog. Zorg ervoor dat je niet helemaal terug gaat naar de beginpositie hier. Dus je houdt altijd die knieën licht gebogen. Yes. Nog 3. 2. En 1. Oké. Schud die benen heel even los. Single leg deadlift. We blijven even van de zijkant. Zet je linkerbeen voor, rechterbeen achter. Bovenlichaam recht, strek je armen. Span die buikspieren aan en maak je rug mooi recht. Dus wees trots. En vanuit hier zak je recht naar beneden. En trek hem op. Als het goed is, als jij je billen goed naar achter duwt, voel je de bil goed aanspannen. En ook de hamstrings, de achterkant van de benen. En dat is dan met name bij het been wat vooraan staat. Dus hou vol. Blijf ademen. De hartslag wordt hoger doordat het een grote spiergroep is die je aanspreekt. Nog 1. En wissel van kant. Yes, dus andere been voor. Rechterbeen voor. En achterste voet goed op de hakken. Mooi rechtop staan. Recht naar beneden zakken. Buikspieren aanspannen. Rug recht. En duw die billen naar achter. Oh yes. Feel the burn en love the burn. Kom op. Nog een paar herhalingen. Nog 3. Op. 2. Blijf die billen naar achter duwen. 1. En los. Oké. Schud die benen los. Voeten zet je wijd uit elkaar. Tenen blijven naar voren wijzen. We zakken weer naar mij aan de rechterkant, jouw linkerkant. Vanuit hier zakken, duw op. Dus laag, duw op. Kijk gewoon even hoe ver jij komt. Het is helemaal afhankelijk van jouw kracht en flexibiliteit. Yes? Zorg er altijd voor dat je dit been gewoon helemaal recht maakt. Kijk maar hoe ver jij komt. Elke keer zal het een stukje beter gaan. Laatste 2. Duw uit, goed vanuit die hak. Yes, en wissel. Hou je voeten gewoon zo. Tenen blijft naar voren en zak opzij. 1. 2. Voel je de rek aan de binnenkant. Heftig. 3. Let's go. Kom op, die laatste herhalingen. We zijn over de helft alweer. Nog 2. En 1. Yes. Pak als het nodig is weer een matje of een handdoek. We gaan zitten op de knieën. En daar is hij weer. Dat is echt een killer voor de benen. We stappen omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Echt vanuit die benen en billen werken. Bovenlichaam doet bijna niets. We zitten alweer op 3. Op, laag, laag. En blijf laag, blijf laag. Je wil omhoog, maar we doen het niet. Kom op, we zitten al op 5. Laag, laag. Yes. Kom op. Nog eentje dan, om hem af te maken. Yes, en kom staan. Goed zo, schud los. Maak je klaar voor de laatste 2 oefeningen. Split squat. Pak de stoel er even bij. 1 voet voor. 1 voet achter. Plaats hem op de tenen, die achterste voet. Maak een grote stap vooruit. Vind je balans. En zakken. Laag op. Kom op. Nu gaan we het tempo erin gooien. 6. Rug recht. 5. Zak naar beneden. 4. Blijf knijpen. Voel je die bil? Oh, laatste 2. 1 en switch. Zelfde verhaal. Andere kant. Zak lekker diep door hè, voor deze laatste ronde. 8, 7, 6, hou vol. 5, 4, 3, een beetje wiebelig, geeft niks. Pak hem weer op als je van je stoel afvalt. Yes, deze hebben we overleefd. Pak de stoel erbij voor de laatste calf raises. Vind je balans, voeten naast elkaar. We hebben hem net met 2 voeten gedaan. Misschien durf je het aan om nu even per voet, per kuit, zeg maar, 8 herhalingen te maken. 7, 6, duw op. Helemaal op de bal van je voet. 3, oh man. Nou, al die benenoefeningen voel je hem wel. En wissel. Plaats je voet iets meer in het midden. Buikspieren aanspannen. Daar gaan we. Op, laag, op, laag. 3, 4, 5, 6. Kom op, duw uit. 7, 8. En that's it. Schud hem los. We hebben 2 rondjes gedaan van deze oefeningenrij. Kies er dus zelf voor of je er nog iets aan vast wilt plakken. Of dat je hem gaat combineren met andere filmpjes die wij ook maken. Er komt steeds meer bij. Dus zo kun jij zelfstandig een full body training maken. Dus wees creatief en heel veel sportplezier met ons samen. Doei!